salute. Het is, even kijken hoe laat het is nou, het is 6:30 ochtends. Maandag, man, weet je, en ik denk aan mezelf van, deze dagen, weet je, maak ik voor alles mee, weet je, de gekste shit, omdat ik denk van, hè, zo, het is wel heel raar, weet je wel, en het begint steeds gekker te worden, weet je, dat ik denk van, als je mij, zeg maar, 10 jaar geleden had verteld dat dit zou gebeuren, als ik dat had gezegd, jongen, hadden ze je gewoon opgesloten, hè. Begrijp, als je zegt van dit gaat er gebeuren, weet je, mensen worden helemaal para. Over de hele wereld, begrijp je? Kijk, die Capitol shit. Hey. Als je dat nog niet wil zien, dat het erg racisme is, als je dat nog steeds wil ontkennen, vriend, beter zeg je nooit meer wat tegen mij. Geen hoi, niks, kijk niet naar mij, niks. Dit is erg heel bizar. Dus ze gaan met z'n allen naar binnen in die Capitol. Ze gaan gewoon met z'n allen naar binnen in die Capitool. Maken foto's, alles. Gewoon mensen helpen, politieagenten helpen. Gewoon mensen, demonstranten, alles. En de Black Lives Matters. Wat bewezen is. Willen alleen maar praten. Klaar, misschien met een beetje temperament. Maar verwakker, wat verwacht je dan? Dus jij verwacht gewoon dat iemand zulke vrede dingen met je doet. En dan op een gegeven moment verwacht jij gewoon dat die persoon gewoon relaxed met je gaat praten. Laat die mensen gewoon lekker hun emotie uiten, joh, gek. Ben je gek geworden of zo? Kipasa. Begrijp je? Zo denk ik erover. Weet je? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Zuid-Amerika. Alleen hun taal. Alleen die taal van die mensen. Kijk naar Latino's en Latina's. Alleen al Spaans. Alleen Spaans. Ga maar luisteren. Emotie. Dat is normaal. Ik weet echt niet wat er met jullie aan de hand is, man. En dan zie je dus wat er nu allemaal gebeurt. En dan wil je nog steeds druk gaan maken om racisme. Maar snap jullie het niet? Weet je, ik denk gewoon heel anders, begrijp je? Ik kijk gewoon heel anders. Wij maken met z'n allen een heleboel gekke dingen mee. Begrijp je? Ik ben laatst bij een paar vrienden geweest. En een paar leiders, dat ik dacht van, ze wonen nu ergens anders, weet je. Ze wonen in Den Haag nu ergens anders. Volgens mij die gasten gaan praten. Oké, ik probeer me gewoon aan te passen, weet je, en ik probeer niet de gangster te komen daar, weet je, anders ben ik weer gelijk een man. Ik wil dat niet zijn, snap je? Dus ik fluister een paar dingen bij bepaalde mensen, gewoon omdat ik lullig ben. Ik denk, fuck it. Zie ik gewoon dat mensen mij niet serieus nemen? Zie ik gewoon dat mensen denken dat ik een of andere clown ben? Als ik wat zeg, dan weet ik waarom ik het zeg. Ik ben wel een generaal, snap je? Ik ben wel echt een leider, dus op een gegeven moment, nee, dit ga ik niet doen. Als ik met jou mee ga, gek. Dan moet ik achteraf zeggen, ja, ik zei dit toch? Nee, man. Dit is veel te belangrijk, man. Begrijp je dat het alleen maar om mij gaat? Of om alleen maar van, wat vind ik? Of wat vinden wij? Ik denk dat we erg eventjes moeten samenkomen, weet je wel? Want de regering, het kan de regering echt niet schelen wat voor kleur je hebt, snap je? Echt niet, begrijp je? En ik dacht bij mezelf van, ja, ik stond op 6:30 ochtends. Gewoon niks te doen, hè. Gewoon trainen, dat soort dingen. Dan denk ik van, fuck, wil je werken, kan je niet werken, begrijp je? En of wil je wat opzetten, kan je... Ik wil fucking terug naar Suriname, kan niet. Begrijp je? Weet je, zit met die shit, begrijp je? Dus nu denk ik bij mezelf van, ja, in het begin zei ik van, ja, wat boeit me niet, ja, ik heb er geen last van. Maar later wil ik een dweil kopen, ik kan geen eens een dweil kopen, alles is dicht, moet ik het online gaan doen? Nee, toch bij mezelf. Dit had ik dus niet gezien, begrijp je? Omdat ik niet in die wereld zat. Ik zat in mijn eigen wereld, snap je? Ik had mijn eigen dagelijkse dingen wat ik deed. Dus bepaalde mensen kom ik nooit tegen. Je moet je voorstellen, weet je, als jij van 9 tot 5 werkt, dus de mensen, zeg maar, die tot 9 tot 5 niks te doen hebben, die zie jij niet, snap je? Dus die mensen zie je ook niet. Dus die mensen die denken dat jij niet eens bestaat. Als jij zegt van die gast loopt op je elke dag, zeg je, ik heb hem nog nooit gezien hier. Gewoon andere tijddingen, weet je. Dus je kan zo langs elkaar heen lopen. Of langs elkaar heen leven. Waardoor jij gewoon bepaalde dingen niet ziet. Als jij nooit met racisme te maken hebt gehad. Dan ga je dat nooit zien. Als je het elke dag mee hebt gemaakt. Dan ga je dat overal zien. Dat is toch hoe, weet je hoe het brein werkt. Of zie ik het dan verkeerd. Mensen maken zich volgens mij ook een heleboel bullshit, snap je. Dan had ik dat vroeger ook altijd, weet je. Maar omdat je dan natuurlijk geen diploma's hebt. Dan heb jij weinig te zeggen. What the fuck? Ik snap er helemaal niks van. Als je gewoon kijkt naar bijvoorbeeld de slimste mensen in de wereld.
Niet dat ik heel slim ben, maar ja, die mensen die waren ook niet slim. Ze dachten gewoon heel logisch na. Kijk bijvoorbeeld Einstein. Ze zeiden al jaren van, die man loopt achter. Hij kan niet lopen, hij kan niks. Hij fuck met hem. Kijk hem nu. Ik bedoel, van, ik denk dat hij gewoon anders had leven. Hij heeft wat leven gewoon anders moeten leven, ontdekken. Klaar, door het echt te ervaren, voelen, totdat hij echt het besef kreeg. Want dat is ook nog iets. Een verschil tussen weten en beseffen. Veel mensen dus die denken dat ze iets weten, maar ze beseffen niet. Bijvoorbeeld een kind die brandt, een kind, je weet dat de kind zijn hand gaat branden aan dat ding. Dat weet jij, dat weet jij. Soms ga ik te snel, weet je, struikel ik over mijn woorden, dus pardon voor dat. Dus je zegt tegen het kind, hey, is heet. Het kind zegt, dat weet ik. Jij zegt, jij denkt, jij weet niks. Jij zegt niks. Dus het kind, pap, brandt zijn klauwen. Au. Nu heeft dat kind het besef dat het kind niks weet. Wist, snap je? Dus iets in die richting, begrijpen. Dus heel veel mensen dus die denken dat ze weten, maar ze weten helemaal niks. Maar ze hebben het besef toch niet? En dat moest Einstein dus waarschijnlijk creëren zo. Door daadwerkelijk echt iets te weten. Want dan had hij echt het besef. Zoiets. Maar ja, als ik kijk naar Henry Ford. Die man was helemaal niet zo intelligent of zo. Hij kon gewoon heel goed nadenken over bepaalde. Henry Ford was dus de uitvinder van Ford, de auto's. Oké, dus hij was helemaal niet zo slim. Hij zei gewoon van, ik heb gewoon hele slimme mensen om me heen. Klaar. En ik betaal ze. En als ik wat wil weten, dan regelt hij het. Nou, dat vind ik best wel slim. Begrijp je? En dat zijn zijn eigen woorden, hè? Nou, dus slim is ook weer relatief. Maar ja, fuck die shit. Ik denk dat we gewoon met z'n allen gewoon moeten kijken van hoe gaan we deze shit gaan oplossen. En weten we het allemaal. Klaar. Dat is, denk ik dat het gewoon het beste is. Want voor mij, hey, ik wil helemaal niemand helpen. Ik wil niemand redden. Ik heb mijn eigen plan wat ik ga maken. En ik weet je, ik zie gewoon van deze mensen, eigenlijk verdienen ze het wel een klein beetje zelf. Want ze hebben nog niet het besef. Snap je wat ik bedoel? En dit is wel wat er gaat gebeuren. Want nu beginnen mensen echt wel te beseffen van, dit is echt niet oké. Okay. Begrijp je? Het is 2021. Mensen zeggen van 2020 was een heel slecht jaar. Ze doen net alsof ze opnieuw zijn begonnen of zo. Ik weet het hoor. Voor heel veel mensen is dat natuurlijk heel, heel belangrijk. Van, ik sluit het oude af. Maar ja, we gaan niet opnieuw beginnen. Weet je? We gaan gewoon verder. Weet je, het is gewoon niet. Begrijp je? Het is niet op een nieuw jaar. Of, het is wel een nieuw jaar, maar. Als jij schuld hebt of zo, kan je ook niet zeggen van. Oké, ik laat mijn schuld in 2020 en ik begin op. Begrijp je? Ze gaan gewoon mee. En dit probleem gaat gewoon met ons mee. Dus ik weet niet wat jullie gaan doen. Ik ga lekker doen wat ik moet doen, want ik weet helemaal niks. Want ik ben helemaal niemand. Ik ben een kunstenaar en ik wil niemand helpen en ik weet niks. En ik hoef niks te weten. En als iemand aan mij vraagt wat weet je, zeg ik precies dat, niks. Maar ja, ik ben ook bezig met nieuwe muziek. We gaan gewoon heel wat dingen doen. Sluipschutters komt eraan, Blakka Pim, nog wat. En hey, ik ga niet eens te veel vertellen, joh. Ik kan niet eens te veel vertellen. Ik heb wat te veel gezegd. Heb ik te veel gezegd of weet jij gewoon niet veel te veel? Maar ik denk nog steeds niet dat jij het besef hebt. En je weet wat we doen, hè? Je weet hoe wij het doen. Wij komen altijd in your face. In your face. Ciao.